Het Rainbow truckteam van Gerrit Suurman zit nog steeds volop in de race. Zij rijden in de truck waarin Hans Stacey in 2007 de Dakar won. Deze truck is dus een echte Dakar-veteraan. En vandaag heb ik de eer om aan deze truck te mogen sleutelen. Ik weet niet of het handig is, maar ik ga het wel proberen. Er is iets speciaals met deze truck. En jij hebt er een verhaal bij, want jij wou echt met deze truck rijden. Nou, ik ben met het virus besmet van Dakar toen ik in 2007 ben wezen kijken in Senegal. En dan won Hans Stacey met deze truck. En dat vond ik zo prachtig mooi dat ik ooit de gedachte had van als ik de truck een keer kan bemachtigen, dan doe ik dat en dan wil ik er zelf een keer de Dakar mee rijden. Is er nu ook nog iets met de truck aan de hand? Nee, en er is op dit moment niks aan de hand met de truck. We houden ze het normale onderhoud. Dus ik kan vandaag wel heel even mee sleutelen met Klaas, toch? Je kunt best even meehelpen met Klaas, maar niet te veel doen, want stel je voor dat hij hem kapot sleutelt. Dat willen we niet hebben. Dan denk ik dat jullie de volgende etappe wel eens zouden kunnen winnen als ik er klaar mee ben. Nou, daar heb ik nog niet zo heel veel vertrouwen in, maar goed, we gaan het afwachten. Ik kreeg van Gerrit te horen dat jullie nog wel een handje konden gebruiken, dus ik kom, ja, je zit me al aan te kijken. laat ik het zo zeggen, ik kom proberen te helpen. Ja, maar alle hulp is welkom. Oh, wauw, hij is echt gesloten. Ah, maar met jouw expertise. Bij mijn expertise is die zo gemaakt. Dan moet het zo helpen. Ik heb dus een keertje, probeerde ik een gat in mijn muur te boren. En toen was ik met de houtboor bezig, toen kwam er zo'n stuk uit. Dus zou je voor mij de goede boor kunnen pakken? Nee, doe je eerst met een kleintje. Ja? En waar doe ik het boren van hierop? Ja hoor. Okay. Maar jullie hadden ook een gat in de tafel nodig, toch? Ja, ja, dat is ook. Zo, doen we nou een slagje groter. Ik ben wel een klein beetje trots. Ja, dat mag ook. Ja, hè? Ja. Ja? Echt een soort van natuurtalent. Nou. Zo, we hebben een beetje op de plek. Ja. Zie je dat, maak je deze bochten allebei ietsjes anders. Beetje flauwe bocht. Stap uit. Nou, Klaas, hoe gaat het? Nee, wees maar eerlijk, Klaas. Oh, oké. Okay. Nou, het is wat behelpen. Laten we het zo zeggen. Ja. Nee, dan. Maar ja, goed. Niet iedereen kan 6 gooien, natuurlijk. Ja. Ja, misschien moeten we dan de rol maar weer omdraaien. Dat jij de microfoon pak. Ja. En dat ik weer Klaas help. Ja, ik denk dat beter is. Ga jij me Klaas helpen? Dan ga ik... Oh, het is echt... Kijk dan. Ja. Het is niet al te best. Laten we daar eerlijk in zijn. Heren, dank jullie wel. Ja, rij hem alsjeblieft uit. We gaan ons best doen. Ja. Meer kunnen we niet doen. Ja, gaat gewoon helemaal goed komen. Daar gaan we vanuit. Helemaal goed. Mannen, succes en werk ze nog even, hè? Ja, dankjewel. Hoi.